Ja, ze gingen we samen met Koen Hedje met een meneer. Gingen we het gebied verkennen, dat was heel erg leuk. Heeft ons wat opdrachten gegeven om ideeën te bedenken voor Koen Hedje. Voor een speelplek voor kinderen en voor oudere mensen en volwassenen. Ja, we hebben heel veel leuke dingen gedaan. We hebben veel in de natuur rondgewandeld en keken of wat wij allemaal bedacht hadden. En toen we dat gedaan hadden, was het nog weer wat later, gingen we maquettes bouwen. In het klein, wat we ons willen bouwen voor op onze plaats. Oké. Okay. Hey, en hoe wordt dat water daar? Want jullie hebben daar hoopjes gemaakt. Kun je het kruisen? Dat is flink. Ja, maar ik zoek kleine stukjes. Ja, maar dan kun je daar nog... En dat wordt een grote boomstam. Ja, een evenwichtsplan. Ja, een evenwichtsplan. Nee, dan moet je gewoon dan zo... Dan moet ik nog oefenen. Dat we hier nog allemaal klimdingen kunnen doen. En dan kunnen we er bijvoorbeeld nog een buis onder doen, dat je erin kunt. Waarom druk je er geen buis in? Dit is een heuvel waar allemaal gras op zit. Daar kun je ook, hier zit een buis in, daar kun je ook doorheen kruipen. Hier heb je ook allemaal stenen, daar kun je ook op en onder en op spelen. Heb je ook allemaal water, heb je hier een grote rivier. Heb je een kanostoep. Dan kun je bijvoorbeeld met het NME kun je allemaal met visnetjes kun je allemaal beestjes uit het water vangen. Een soort vistrap. Hier kun je van hier heb je een stukje eiland. En dan kun je dan van eiland naar eiland springen. En daar heb je nog een trekvlak. Dan kun je van over de IJssel kun je in en weer. Dit is de IJssel, die stroomt er al, hè? Ja. En wat moeten we daar dan doen? Daar willen we graag een zijarm bij maken. Ja, dus moet de gemeente gaan graven en zorgen dat daar wat water... Moet dat diep worden? Nee. Niet echt, want er kunnen niet kleine diep, kinderen hè? Kunnen er ook nog spelen. En als ze een keer vallen, dan is het niet echt diep. Nee, oké. Okay. Nee. Oh, dat is best wel diep. Ja. Maar dat wordt dus eigenlijk een soort zijarm van de IJssel, hè? En die gaat dan daar ginds weer terug, denk ik, of niet? Ja. Dat je net een klein stukje zo eraf hebt. Oké. Okay. Zo stond het op de tekening, geloof ik, hè? Of allemaal niet? Eilandjes. Hè? Ja, met een eilandje, een stukje strand. Met zand. En stenen. Hè? Mensen hebben het begrepen net. Ja. En toen gingen we nog een keer bij Alplaats kijken en hoe het een beetje uit kwam te zien. Nou, iedereen welkom bij het Koel Hedje project. Jullie zien dat we al druk bezig zijn met het maken van het plan wat jullie met elkaar op papier gezet hebben. En de bedoeling is dat we beginnen bij de waterkant. Daar is zeg maar speelplek nummer 1. En daar gaan we starten om te kijken of de tekening een beetje klopt met datgene wat jullie bedacht hebben. Akkoord? Ja. Doen we dat. Akkoord. Ja, het is wel een manier om natuur- en milieudecaars te koppelen aan dat soort vakken. Kun je, doen jullie dat ook? Ik loop altijd naar de leraar. Anders moet ik dat wel even aan. We zijn nu bij... de plek waar binnenkort de brug wordt gebouwd, dat is 8 juli. Dan komt het pad naar Koel Hedje vanuit Gendringen langs de boerderij op daar, langs het Dixhuis, het paardencentrum. En je ziet dat ze al met het pad bezig zijn aan de kraan. Nou, naast de brug komt een kanostoep. Dat is een hele mooie plek om met schepnetjes en zo aan de gang te gaan, om te vissen. Maar hier komt een waterspeelplek. Dat is de plek die jullie ook bedacht hebben. En ik laat hem hier eventjes op de tekening zien. De bedoeling is dat we een mooie natte plek maken zoals er daar ook al eentje ligt. En zoals ik op school al heb uitgelegd. Deze plek is vooral bedoeld om in te spelen.
zodat die andere natte plekken, deze poel en de poel aan die kant, echt voor de natuur beschikbaar blijven. Ik heb de tekening zo neergelegd dat je goed kan zien dat de rivier op de tekening net zo loopt als die hier achter jullie loopt. Dus dan kan je ook heel goed zien waar die poel gaat komen. Precies tussen die poel daar aan de andere kant en het hek hier. En je kan ook goed zien dat die, zeg maar, vlak bij de brug komt te liggen. Aan de andere kant van de brug, daar komt dan aan de overkant de kanostoep. En hier komt zeg maar de poel. En je ziet ook dat die verbinding met de rivier daar gemaakt wordt. Van de poel naar de rivier toe. We hebben de waterspeelplek nu bekeken. Kunnen jullie ook zien dat we datgene wat jullie bedacht hebben ook terugkomt in het plan? Ja. Ja? Ja. Dus als jullie vragen hebben, dan gewoon stellen. Ik praat een beetje moeilijk, je moet wel praten. We zijn nu op de tweede plek, de bewegingsplek. Dus dat is die plek die we gaan opnemen in de bewegingsroute die van de parkeerplaats naar de parkeerplaats gaat. En die wordt aangelegd midden in deze groenstrook. En dan gaan we op deze plek hout neerleggen waar je overheen kan klimmen. Een tunnel maken van willige tenen, die dus gewoon gaat groeien. Dat het net is alsof je door een levende tunnel loopt. En ook wat van die stapstenen maken. En de bedoeling is dat je hier dus een beetje aan je lichaam kan werken. Goed idee? Ja. Dat is voor jullie. Dus bedankt, hè? Zou ik zeggen. De natuurlijke poel heen. Dat betekent ook dat die plek waar we de vliegen niet hebben dat je naartoe gaat, dat je in ieder geval heel goed kan kijken. En met name als het heel rustig is. De bedoeling is dat dit dus een plek is waar je gewoon eventjes lekker kan zitten, even kan kletsen. En ook hier zie je dat je mooi ver weg kan kijken. En we willen deze plek ook wat extra mooi maken door samen met jullie 3 bomen te planten. Ja, het belang voor de gemeente is natuurlijk toch vooral dat we een plek hebben waar kinderen fijn kunnen spelen. En wat we vooral willen is dat kinderen ook weer wat meer in de natuur kunnen spelen. Dus niet altijd op die voorgefabriceerde speelattributen, maar gewoon lekker in de natuur. Dat je voelt of het koud is of warm, hè, zoals vandaag. Dat je ook ervaart hoe de natuur eruit ziet. Eigenlijk zijn we vandaag al samen met jullie begonnen om het te bouwen. Anders had ik hier niet zo lekker op deze bank gezeten. En meneer Rozier die gaat hier gewoon mee verder de komende weken. Waarom doe je zoiets op jouw grond? Nou, dat is eigenlijk voor 8 jaar terug begonnen. Toen zijn de gemeente en de provincie hier bij mij aan de keukentafel weer eens koffie drinken. En vragen wat ik met mijn boerderij wou. Nou, en ik zit hier tussen 2 hele grote bossen in. En echt uitbreiden met koeien of varkens, dat kan in de toekomst niet meer. En toen hebben hun gevraagd van, zou je niet iets willen betekenen voor de gemeente en voor de gemeenschap. Dat hier wat meer recreatie kan komen. En dat er meer gewandeld en gerecreëerd kan worden. Nou, en dat heb ik toegezegd. En vandaar dat we dus ook al een bos aangelegd hebben. Ja, nu al voor jullie een welkomstheuvel gemaakt hebben. Dus er is al van alles gebeurd. Weet u ook welke dieren hier allemaal leven? Je moet aan hazen, konijnen denken. We hebben straks sporen gezien van reeën. Misschien een spoor van een matter, een steenmatter die hier af en toe wel eens verblijft. En allerlei vogelsoorten, duiven. Komt van alles komt hier voor.
Kijk, we moeten eigenlijk, en dan vind ik vooral voor jullie, voor als jeugd zijnde, dat jullie veel meer achter die computer vandaan moeten en meer het bos in. Hè. Vroeger ging ik ook het bos in, ik ging allerlei dieren opzoeken, ik ging vogelnesten bekijken, eitjes bekijken wat in een nest zat. Eigenlijk moet dat weer terug bij jullie. Ja, jullie zitten veel te veel binnen en die computer, je krijgt er vierkante ogen van. Buiten in de natuur is veel gezonder. Je kunt ravotten, je kunt in het water kun je beestjes zoeken en dat soort dingen. En je kunt ook kruipen, gewoon vies worden en zelf weten wat je allemaal doet. Ja, heel veel kinderen ja, die houden gewoon van buiten spelen, klimmen, klauteren, stoeien en zo. Het is gewoon leuk om hier met z'n allen op te zijn. Ja. Ik ben er gewoon van overtuigd dat het leuk wordt. Ja. Ik kan leuk gaan spelen. En ook zo leuk omdat kinderen het zelf hebben bedacht. En later kunnen we dan misschien met de hele klas kunnen dan les krijgen buiten. Bijvoorbeeld aardrijkskunde op de plek. En als je bijvoorbeeld op later groot bent, dan kan je ook nog zeggen, ja dat heb ik verzonnen. Ja. Dat is ook wel leuk.